Veel groter is het probleem dat gelijk met die ontwikkeling de autonomie van de leerkracht, die eerst 100% was, ook met alle nadelen van dien. Leerkrachten konden doen wat ze wilden. Voor een groot gedeelte die autonomie is weggehaald. Leerkrachten werken voor een groot gedeelte in dienst van een systeem, waarbij ze soms steeds verder loskomen van wat ze zelf denken dat nodig is. Ik was laatst in een klas met 5 gediagnosticeerde kleuters. ADHD en andere dingetjes. En na een half uur, 3 kwartier vraag ik aan de leerkracht, waarom zing jij steeds? Waarom vraag je dat, zei ze. Ik zei, nou, je zingt als je in de kring gaat, in de kring zingen. Als je uit de kring gaat, bij het overgaan van de werkjes zingen. Waarom vraag je dat, zei ze. Ik zeg, omdat je verschut staat. Je kunt niet zingen en je wilt niet zingen. En dat voel ik niet alleen, er zijn er nog 5 meer die dat doorhebben. Mag je raden welke? 2 dagen later belt die leerkracht, want tussendoor krijg je dan even therapie. Hè? Een leerkracht in tranen, de deur gaat dicht, dat is een ander tarief, maar dat doen we dan wel. En dan vertelt die leerkracht dat het vroeger allemaal anders was en enzovoort. En uiteindelijk blijkt er vroeger niet zoveel anders. Zij is nog steeds dezelfde juf, alleen ze doet niet meer wat ze denkt dat goed is. Want ze moet zich verantwoorden naar een systeem wat niet van haar is. De deur ging dicht en ze deed het zoals vroeger. Ik zag geen verschil, ze zong niet meer. 2 dagen later belt ze mij en zegt, er zitten geen ADHD'ers meer bij mij in de klas. Het was niet waar, er zaten echt kinderen waar je goed naar moet kijken. Maar de bevrijding dat je eerst doet wat nodig is, is blijkbaar zo uniek. In ieder geval voor die leerkracht. En ik weet voor een heleboel meer dat je af moet vragen of we niet veel te veel het onderwijs aan degene hebben gegeven die het zelf niet hoeven te doen. En die het niet hoeven te doen kunnen wel advies geven. Maar als de leerkracht de klas ingaat, staat hij er zelf voor. Naar vermogen en niet naar reflectievermogen. Een leerkracht die voor een klas staat, moet het doen met wat ze kan, met wie ze is. En niet met wat er in het handelingsplan staat.